nieuwe video. Vandaag is het zover. De totale collectievideo is voor jullie opgenomen. Jullie hebben er net denk ik een aantal beelden hoe we het hebben opgebouwd. We zijn denk ik van een uurtje of 12 uur al bezig. Ik denk dat we dat ongeveer 2,5 uur hebben gedaan om dit allemaal op te bouwen. Ik ga jullie zo meteen meenemen. Maar ik denk dat jullie via de thumbnail al hebben gezien hoeveel vuurwerk dit is. Jullie mogen zelf bepalen hoeveel kilo het is. Hoeveel euro dit heeft gekost. En eigenlijk alle rest van de dingen. Misschien kunnen we gaan voor de hoe ziek zou dat zijn als we dat kunnen halen. Ik neem jullie nu mee en jullie gaan echt schrikken hoeveel het is. Dit is superveel. Het is gewoon helemaal dicht hier zo. Zoals jullie kunnen zien. En ja, dit is eigenlijk zo'n beetje alles wat we hebben aan het legale vuurwerk. Achterkant zie je een beetje de Duitse dingen. Zoals jullie kunnen zien. De Duitse dingen staan een beetje hier omheen. We hebben 6 karton Artis. Dat zijn 72 Artisjes. Dus 3 euro per stuk. Dus dat is wel heel goedkoop. Maar daar kunnen we in ieder geval leuke dingen mee doen. Want zoals jullie weten, het is binnen no time oud en nieuw namelijk. En dus we moeten natuurlijk nu er echt van genieten. Ik zou ook tegen jullie zeggen, geniet nu van deze tijd. Want over een paar dagen is het januari en dan denken jullie, was het nog maar oud en nieuw. Daar beneden staan de dingen van Haokan. Een beetje de Ultimate Box. De Ultimate Box, de Sky Explosion en de Event Cake staan daar. En eigenlijk valt deze niet eens op dan. Maar dit is een karton rotjes van Cafferata. Was volgens mij 18 euro of zo. Het zijn 2400 rotjes. Wat moeten we ermee? Hoor ik jullie vragen. Maar goed, dat zien jullie binnenkort wel. Even kijken waar we dan naartoe kunnen gaan. Nou, hiervoor staan een beetje de pijlen natuurlijk. Duitse pijlen zijn dit. Arena Rockets. Dit zijn de top rockets uit België. En ook uit Nederland natuurlijk. Zijn gewoon legaal in Nederland. En hier staat trouwens ook een karton van die rotjes. Maar dan open. Dus dan kunnen jullie precies zien dat er van die dingen in zitten. Maar hier gaan natuurlijk zieke projecten van komen. Klopt, er komen mooie video's van. En hier gaan we eigenlijk door naar de andere pijlen, Lancelot en dat soort pijlen. Hier zie je heel schattig een pakje Rosetta pijlen. Die zien er echt niet uit naast al die grote pijlen. Die zien er echt heel klein uit. Terwijl ze misschien nog wel ziek zijn van allemaal. Klopt. En hier zie je ook een pakketje. Dit is eigenlijk de omlabeling van de Lightyear pijlen. En het zijn wel mooie pijltjes natuurlijk, zijn groot. Space Invasion. Maar ik heb gehoord dat ze wel anders zijn dan de Lightyear, maar... Klopt. Het zal wel, ja, laat ik zo zeggen, ook met die kleurtjes, het komt redelijk overeen. En hieronder zie je eigenlijk 2 karton Red Bastards. 24 pakken. 24 pakken Red Bastards. Keer hoeveel zijn het in totaal? Het zijn in totaal 960 shocks in 2 boxen. Het zijn in totaal 960 shocks in die 2 dozen. Laten we het er maar op houden dat we het doen voor als het verboden wordt, dat we in ieder geval nog shocks hebben. Laten we het daar maar op houden. Hier zie je een aantal Maddox. Het zijn ook geinige tunnekings, moet ik zeggen. Dat ging erg goed, we hebben wel een paar van getest. Nou, ik weet niet eens meer waar ik mee moet beginnen, maar laten we maar ook een beetje hierachter gaan kijken. Daar zie je een Black Ice staan. Die kennen jullie allemaal, Peter Sky erboven. Parsifal. En 2 van die gigantische tunnekings van Pyrostar. Pyrostar. En daaronder zie je de Unforgettable, die is nieuw dit jaar. En daar ben ik super benieuwd naar, dus die gaan met oud en nieuw ook afgestoken worden. En zoals jullie kunnen zien, daarachter zie je ook Bloody Marys. Die hebben we dit jaar wel kunnen scoren. Als jullie de Duitsland video nog niet hebben gezien, zou ik die zeker even kijken. Het is volgens mij al over de 100.000 weergaven. En de Bloody Mary hebben we dit jaar gelukkig kunnen scoren bij de Kaufland. Het was best wel rustig daar zo. Of nou, het was niet rustig, maar we spraken gewoon een vrouw aan die zei hier alsjeblieft. Dus we waren super blij. En zo naar die mevrouw, maar die hoort het, die leest het waarschijnlijk niet. Of die checkt deze video's niet. Maakt ook niet uit. Wij zijn in ieder geval blij ermee. En daarnaast zie je de Gorilla Attack. Ben ik ook benieuwd naar. Ook een mooi ding van de Kaufland. Ja, dan heb je nog zo'n Belgische cake. Eigenlijk staat er achter een hele zieke... Waaier. Waaier cake. Maar die staat er net niet op. Ja, die staat er net niet op. Maar is een mooie uit van Zena natuurlijk. En ja, waar moeten we dan verder gaan? Beastmaster een beetje aan de rechterkant. Maar echt mensen, wat een collectie is dit. Hè? Even serieus. Black Thunderpel, die krijg je natuurlijk gratis. Elk jaar eigenlijk. Klopt. Aan de rechterkant. Artists nog. Een paar, omdat ze daar niet pasten, anders kwamen ze aan het plafond. Ja. Dan moest ik misschien opnieuw verven. De keuken kan je niet meer in, zoals jullie kunnen zien. En hier zie je nog een paar artisjes tussen staan. Ja, een beetje van die fonteinen en dat soort dingen eigenlijk. Hier zie je ook nog wat, even kijken, ja, van die kleinere spul. Hier zie je Romeinse kaarsen. We hebben meer Romeinse kaarsen, maar geloof me, dat past er niet op. Want we hadden nog een aantal pakken uit België natuurlijk. Past er niet op. Deze zijn leuk. Ik ga er niet aan zitten, want daarnet viel deze kant al naar beneden. En dat willen we niet hebben natuurlijk. Want stel je voor dat het afgaat, dan
Maar in ieder geval, hier zie je ook nog wat Shocks. Epic Shock XL. Hebben we gisteren al getest. Dat hebben jullie kunnen zien in de vuurwerkshop in Nederland, die vandaag online is gekomen. En die knallen best wel goed. Dus als jullie willen kijken hoe die knalt, zou ik zeggen, check sowieso even de vuurwerkshop in Nederland. Die staat al online vanaf voor mij 12 uur. En dat is natuurlijk nice. En eventjes kijken, ja, waar moet je dan verder beginnen? Dat is serieus. Een beetje bij de pijlen, hier bij de pakketjes. Ja, hier heb je van die meterpakketjes, weet je. Het stelt niet zoveel voor, maar het is altijd lach om erbij te nemen natuurlijk. Ja, die 12,50 is niet laten liggen. Precies. Ik heb trouwens de Zena Triumph niet gezien, man. Die, waar staat die? Die staat hier zo. Oh, joh. Ja, er staat een beetje verstopt achter de shorts. Oh, de Zena Triumph staat daar ook nog trouwens. Wilden we eerst uitpakken en er zit nog een kooi omheen. Ja, dus in ieder geval van Zena Delft. De Zena Triumph. Die vergat ik bijna. Dat is best wel een mooi ding ook natuurlijk. Dus, ja, hier, om even terug te komen, ik heb daar al een pakket, maar hier hebben we er nog eentje. De Rakettenblitz. Dat zijn die kleine pijltjes, zijn wel lachen, maar stellen niet heel erg veel voor. Het assortimentpakket waar we er net op aankwamen, ja, leuke dingetjes om mee te kutten. Goldraketten zijn nieuw dit jaar in Duitsland. Die zijn erg mooi. En als je de video mag geloven, zeker, dan zijn ze super mooi. En we hebben er gisteren trouwens ook al eentje getest, hè? Klopt. En die waren echt goed. Die waren echt super goed. Effect blijft ook lekker. Dus voor de mensen die deze hebben, de Goldraketten. Geloof we wilden er nog meer halen, alleen ze waren uitverkocht. Ja, ze waren uitverkocht, helaas. Maar we hebben alsnog twee pakjes weten te bemachtigen, gelukkig. Hier zitten er ook nog wat in. Nou, hier zie je nog verder ook nog wat pijlen. En ja, eigenlijk hebben we, zoals jullie kunnen zien, superveel pijlen. Omdat, ja, de pijlen zijn wel lachen. Ik wil dit jaar, ieder jaar focussen we iets meer op iets. En vorig jaar hadden we eigenlijk een beetje de matten. Een beetje de matten uit België en zo, hadden we best wel veel van. En nu hebben we eigenlijk heel veel pijlen. En ik had vorig jaar trouwens ook heel veel Shocks. Thunder Kings in ieder geval. En dat is nu eigenlijk ook niet anders hoor, met al die kartonnen Shocks en Thunder Kings. 1500 zeker wel. We hebben minimaal 1500 Shocks inderdaad, Thunder Kings. We hebben inderdaad minimaal 1500 Thunder Kings, dus het gaat super leuk worden. En inderdaad heel veel Artes. En het is natuurlijk zo dat deze collectie natuurlijk door Duitsland iets minder heeft gekost omdat je kwijt zou zijn in Nederland. Maar geloof me, dit is echt super veel. We gaan echt op oud en nieuw gaan we echt de hele avond door afsteken, dus het wordt echt super leuk. Even kijken, vergeet ik er nog eentje? Oh, hier staat nog een Rakettenblitz. En hier, wat pruteldingen. Shocks. Shocks en wat zullen we nog niet genoeg hebben? Afgebroken pijltje. Afgebroken pijl, die wordt gelanceerd. En even kijken hoor, want dan komen we ongeveer wel bij het einde zo, denk ik. Toch? Ja, het is een beetje heel moeilijk om echt alles langs te gaan. Het is natuurlijk super moeilijk inderdaad om overal dicht op alles eventjes in te gaan wat het is. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie sowieso even een like achterlaten voor deze video. Hoe sneller we die 10.000 likes hebben, hoe gruwelijker het is. En ik denk dat deze collectie het wel verdient, toch? Ja, eigenlijk als ik er heel snel even overheen ga, daar sta je nog een beetje de dingen. Sky Explosion, Zangfang collectie heb ik er net trouwens niet benoemd. Maar die hebben we in België opgehaald, die is nieuw. En die is gewoon legaal in Nederland. Shashi collectie. 1 tot en met 5 of 6? 1 tot en met 6? Ja, klopt. Ook leuke dingetjes. Mooie fluitbakken bovenaan. Oh ja, die ook nog heel. Twee uit Nederland. Klopt. 1 uit Duitsland. Die heb ik natuurlijk ook bij de Aldi gehaald. Of bij de Lidl. Oh, Beko is van Lidl. Leuk voor overdag. Leuk voor overdag, inderdaad. Als jullie inderdaad nog zich jullie afvragen waaraan jullie kunnen herkennen of het van de Lidl of de Aldi is. Beko is van de Lidl. En Helios, wat daar staat, is van de Aldi. Dus zo kan je het eigenlijk wel scheiden. Dus zoals jullie kunnen zien is dit onze legale vuurwerkcollectie. Laat even weten in de comments wat jij van deze collectie vindt. Laat ook even weten of jullie misschien nog wel meer hebben dan deze collectie. Ik ben super benieuwd. We gaan natuurlijk binnenkort met Oud en Nieuw komt een compilatie online. Die komt om 1 januari, vermoed ik, online. Als we geen problemen hebben met uploaden en zo en editen, dan komt die 1 januari online, mensen. En dat wordt echt een gigantische compilatie. Ik denk dat dit de beste compilatie is van alle jaren. Omdat we nu super veel vuurwerk hebben natuurlijk. En dat wordt natuurlijk een super leuke compilatie. Daar gaan we heel veel afsteken de hele avond door. Vanaf 6 uur 's avonds gaan we afsteken. En laat sowieso ook even achter in de comments hoe laat jullie beginnen met afsteken. De meeste mensen beginnen denk ik pas om 6 uur. Maar ja, wij beginnen natuurlijk veel eerder. In ieder geval, deze collectie verdient denk ik toch echt wel eventjes een like. Ik hoop dat we gaan voor de 10.000 likes. Zou echt heel erg ziek zijn. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer eventjes. Want er komen nog veel vettere video's aan. En dan zie ik jullie eigenlijk weer bij de compilatie.